Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelda Play 20 terug met Modded Minecraft Survival. Dit keer wordt het modded en hebben we dus onze team hebben we dus hier klaarstaan. We beginnen met... De Towelen van De Towelen Gaming. Woe. Ik vind jouw intro altijd hartstikke leuk. En natuurlijk hebben we ook achter mij, ik zag hem net binnenkomen... Hallo? Dun, dun, dun. Dat is toch van die sound effect met die hamster? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, even, zeg even snel je naam, want anders wordt het nacht en dan hebben we dadelijk paniek. Je naam? Ja, het hing eventjes, dus... Alexboy5. Goed, ja. Dus... ja, dit is dus Modded Survival. Het wordt dus heel erg gevaarlijk. We gaan dus een dorpje maken van ons... Ja, ieder krijgt zijn eigen, gaat zijn eigen huis maken. Dat maakt het natuurlijk een stuk spannender en een stuk leuker. Dus we hebben allemaal zoveel mogelijk koud. Ja, appeltjes van hak, 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 hak. En er zit dus zeg maar een mooi oorspanmat zit erin. We hebben dus andere mods er ook in zitten, zoals special mobs. We Lucky hebben... Block. Wie? Ik heb een Lucky Block gevonden. Lucky Block zit er ook inderdaad in. Die is wel geüpdate, moet ik er wel eventjes bij zeggen. Dus we kunnen... Shit! Het is een nacht! Kalootviool! Ik zie 300 mobs daar in één keer. Oh shit. Oh nee, dit is gevaarlijk. Oh boy. Zelda player. What help, you do now? Help, help, help. Plan B. Plan B. Kref sneller. Ah, de rode mier. Sterf, sterf. Oké, we spoed. Zal ik even snel een huisje maken? Ik maak even een bel en gewoon voor de zekerheid een zwaard dat we ons eigen toch kunnen verdedigen. Aangezien dat we met de hero gebeuren mod, die zit er dus ook in. Daarin kun je dus zeg maar meer health krijgen. En om het dus interessant te houden zijn we met Zelda-stijl begonnen. Waardoor dat we dus maar 3 hartjes hebben. Maakt het spannend, moeilijk, uitdagend. En gevaarlijk als er zo'n Alex in de buurt is. Klootvie. Jongens. Kijk wat daar staat, een mutant. Een mutant? Ja, kijk dan, recht voor je. Oh nee, een mutant! Oh man. Excuseer te mij, ik ga hier nu even ongegeneerd in mijn broek poepen. Dat ontspannen muziek op de achtergrond ook echt. Die krijg ik dan nog wel van jou, denk ik. Maar ik heb echt ontspannende muziek, ik heb alleen videogame muziek, dus... Rode mier! Hij wil je bijten! Ik red jou van de rode mier. Kom hier, sterf! 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 Hij wil niet dood. Je zit in ieder geval binnen. Soort van. Soort van. Oh, voel de liefde knus met z'n drietjes. Wij wouden gewoon even snel hout gaan hakken, zodat wij een huis konden maken. En dat het dan nacht wordt en dat we dan gewoon zeg maar een bed hadden en alles. Nee, wat doet Alex? Hé, hey, kijk, een Lucky Block! Oh, er zal vast en zeker niks meer gebeuren! Dus ik ga gewoon niet mijn blok openmaken! Heb je... What the fuck? Nee! Nee, zie mij niet, 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 zie mij niet. Waar is... Auw. Auw. Waar is ons huis? Oké, het skeleton bij het huis. Bevecht hem dan. Dat kan ik niet. Ik heb niks. Ik ren naar het huis. Oh nee, nee. Dit wordt rampzalig. Dank je, graag gedaan. Auw! Ik probeer hem te slaan. Ik oh ja, tuurlijk. Spam recht in zijn gezicht. Het huis is helemaal dicht. Dus als je erin wil komen... Huh? Ja. Ik open de deur voor je. Snel rennen. Ik ren er ook heen. Even wachten, knip hier. Goed. Met die dodelijke opening heb ik hem maar heel even op peaceful gezet, omdat dus die, skeleton die kunnen we op het moment dus niet aan. Dankjewel voor de deur voor mijn neus dicht te doen, ik haat ook van jou. Auw. Ja, rode mier, dat was ik niet. Wat is dit dan? Nee, een termiet! Weg, 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 weg. Sst. Wil maar kijken eens daar, wat is dat ding, dat rode ding? Welk rode ding? Oh. Bees! Not the bees! Ik probeer even wat eten te halen.
Ik ga even een mooi plekje zoeken om een huis te gaan maken. En ik denk dat ik eventjes ga beginnen met... ik denk dat dat gewoon eventjes een hele kleine... Een coin! Wie? Een coin. Leg uit wat een coin doet dan. Een coin. Een coin is van de oorspan mod. Dat is een beetje een reclamebordachtig. En dan krijg je een soort van goede tool. Meestal emerald, toch? Ja, ik heb hier een cave gevonden en daar zie ik ook kool. Dus ik ga heel eventjes snel die kool even hier hakken. Meestal krijg je een heel goed emerald tool. En wat krijg je nu? Krijg je een mantis claw eruit. Heb je nou een mantis claw? Ja. It's the claw. Ik heb pech. Oh, hoi! Nee! Ik was hier niet blij mee. Een scorpion! Zal ik deze lucky block nu wel openen? Scorpion, kom hier. Ik ga je slaan! Nee! Jij mag mij niet slaan! Nee! Heb ik nou vandaag helemaal nergens geen geluk in? Een ticket lion booth, mag je die claimen? Elk begin is geluk. Een huis. Ik kan een bed maken. Paulig, heb jij een zwaard? Nee. Nike's. Nou, er zit hier een scorpion en kan daar niet bij mijn stuf komen. Echt niet. Ik heb geen zwaard, maar ik heb wel wol. I'm looking fancy. Hey, ik heb weer een lucky block gevonden. Sst. Hij gaat weg. Sst. Ik heb een stuf bijna. Sst. Uh-oh, hij komt terug! Hij komt terug! Waar is je stuf dan? Nee! Oh mijn god, het is een scorpion met mijn 15 health! 300 deaths later! Is hij disband? Is hij disband? Is hij... Hallo? Wat kunnen jullie doen? Maar ik heb een bed. Nee, daar is hij. Hij leeft, ik weet niet wat jullie doen. Oh, ik zie Mantis. Shit, hij komt achter me aan. Oh. Want a piece of this? Ik heb hem dood! En ik heb nog niet eens genoeg experience voor 1 XP, waardoor dat ik 1 extra hartje krijg. Waar zijn jullie? Ik heb mijn arm opgehaald. Dat is niet handig. Ik heb een vraag, ja. Welke kant zijn jullie op? Weer een coin? Ik ben ergens ondergronds gegaan. Ik zie weer een coin, dit is echt... Ik heb 4 hartjes! Nice. En ik heb bloedende arm. Wat heb je gedaan dan? Ik weet niet. Het is echt gevaarlijk dit. Levensgevaarlijk spel dit. Oh shit. Wat zat er speciaal nou voor jullie kijkertjes. Nou is er wel een leuke functie. En nou dat het eventjes hopelijk een beetje rustiger is, kan ik het misschien uitleggen. De reacties zijn we van plan om iets leuks mee te gaan doen. Iedere aflevering, including deze, ondanks dat het van tevoren is opgenomen, dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Maar in iedere aflevering kies ik 1 willekeurige reactie uit de reacties van de video. Om zeg maar op een muur te plakken met daarop zeg maar de naam en de reactie die geplaatst is. Waardoor dat je dus je eigen wall of fame, maar dan van comments hebt. Dus hartstikke leuk. Het is niet de bedoeling tot zeg maar meerdere mensen meerdere malen erop gaan komen. Dus sta je er 1 keer op, dan sta je erop. Dus dat is al een hele prestatie. Maar je komt dus niet meerdere malen erop, dat is wel een regeltje ervan. En wat nou weer? Auw! Ik moet nog 1 ding melden. Ik heb een lucky helmet en een lucky chestplate. Dat is heel erg mooi en ik word beslopen door een scorpion en daar staat hij weer. Vindt hij mooi? Ik haat die scorpions. Die horen alleen maar in de desert te verschijnen. Tauler? Ik ben bang. Er lopen hier 2 mantis buiten. Oh, kun je niet... Heb je een zwaard? Nee. Heb je iets? Een emerald shovel. Dat is heel goed. Kom hier. Je ziet me op de radar. Ik sta noord van je. Als die mantis weg is, kan ik... Hij is boven mij, die mantis. Noord. Ik zou niet deze kant op komen. Ga noord! Hij ruikt mij. Oké, ik doe de deur open en jij ruikt keihard naar binnen. Nee, ik moet mijn stuff hier hebben, alleen er zit hier een scorpion. Ik kan hem aanvallen. Oké, die mantis is weg. Kom hier dan, naar noorden. Er is nog een mantis! Kom hier, snel! Rennen!
Recht op mij af. Waar hier, is? Hier, het gat in. De deur. Naar beneden. Daar zit hij. Waar? Daaronder. Hier. Ik ben echt bang, jongen. Waar zit hij? Daar is hij! Schorpioen! Ram hem kapot met je emerald. Schiet hij? Nee. Sla hem. Hello, buddy. Sla hem! Sla hem! Yes! Oké, waar is mijn stuff? Oeh, 2 uranium nuggets. Maakt mij niet uit. Lucky bastard, maakt mij niet uit. Ik heb een stuff, dankjewel. Je bent de redder in nood. Loning. Later lachen we nog over die beesten, echt. Weet je nog dat ja, we daar bang zo voor waren? Ja, maar hij is ook eng. Dan zien we eens een scorpion schijt in onze broek van hier tot mijn kinder. Maar ik heb een probleem, want ik heb echt helemaal geen pickaxe, niks. Ik heb een pickaxe. Dus ik vraag om hulp. Oh, wat is dit? Wat is het eigenlijk, Fried? Zombie Pigment Spawn Egg. Heb jij hout bij je? Ja. Maak even een crafting table. Oké. Mijn ik hier eventjes wat stenen, dan krijg jij even wat stenen, dan kun je een stenen pickaxe maken. Ga, maar ik heb verder geen hout meer nu. Nee, maar dat maakt niet uit, ik heb nog sticks. Ik ben voorbereid. Oh ja, ik ben voorbereid, Scorpion. Daar was ik niet op voorbereid. Wil je nou nog een stick of niet? Ja, ik wil een stok. Nou, hier tegen je kop aan. Doe er wat mee, jij stakker. Steen voor mij? Moet je dat ook nog eens hebben? Ja, dankjewel. Oké, nou, even kijken hoor. En dan 2 zo. En dan... en ik heb een stenen pickaxe. Oeh. Zo. Dan maak ik even. Ik denk dat ik even een ultimate tool maak. Ik denk dat dat wat beter is. Zou ik ook gelijk een stenen zwaard maken? Waarom ook niet? Uiteindelijk werd de president van de Verenigde Staten ook uitgelachen. Yes, we can. Tuurlijk. Oké, dat sloeg helemaal nergens op. En daar hou ik van. Oké, ik had kool. Ja. Bloemkool, boerenkool. Ik ga verder hier even kijken wat hier nog verder te zoeken is. Zoek maar. Zoek. Wat was dat? Iets wat jij denk ik niet wil onderzoeken. Ik neem hier gewoon het extra kool mee. En ik zeg, bekijk het maar. Daar sta je dan. Helemaal alleen. Met die mantis om je heen. Goed. Geef mij nu mijn angst. Ik geef er een neus voor terug. Een neus? Een neus. Net werd ik opgeblazen. Daar en over daar. Oké, nou. Hier loopt hij dood in ieder geval. Dus ik neem hier gewoon even nog het... Oh, verkeerde knopje. Ik neem hier heel eventjes het kool mee. En dan ga ik even wat steen hakken. Zodat ik even alvast aan een stenen huisje ga beginnen. Want de bedoeling is dus als volgt. We gaan allemaal ons eigen huis maken in de plains. Waardoor dat we dus zeg maar een soort village idee gaan krijgen. Dutch Gaming Nation en Team Maestro die zouden ook eigenlijk aanwezig zijn. Maar op het moment zijn ze er nog niet. Dus ik weet niet of ze in de volgende aflevering aanwezig zijn. Of tot ze misschien pas in de volgende opnamesessie aanwezig zijn. Dat is nog altijd maar de vraag. Ja, hun zullen vanaf Square 1 moeten beginnen. Alleen hun hebben dus het voordeel dat wij natuurlijk wel gelijk kunnen helpen. Mocht er dus iets aan de hand zijn. Zoals bijvoorbeeld een gevaarlijk scorpion of iets. Alex, leef jij ook nog? Ja, maar ik zit een beetje met mijn arm. Oh. Wat heb je dan gedaan? Heel hard geslagen. U kunt nu doneren. Dit kanaal is een doneervrij kanaal. Hier praten we niet over donaties. Maar deze jongen is gewond. Maar pleisters zijn altijd welkom. Maar deze jongen is gewond. Gebroken arm, ik heb een pleister geplakt. Dus ik zit al heel de tijd in mijn huis niks te doen. Het is niet eigenlijk een huis, maar dat gewoon... Dat klinkt niet onbekend. Zijn wij nou allebei gewoon keihard steen aan het mijnen? Ik heb een golden apple. Je weet wat ze zeggen. Van steen... krijg je... Alex, jij bent buiten, hè? Nee, ik ben binnen. Ja, maar jij kan toch zien of het dag of nacht is? Ja, het is dag. Het is nog steeds dag, gelukkig. Ik ga naar boven. Er vliegen 5 mantissen rond mij. 5? Ja, 5. Oh, ik wou zo dat ik mijn ultimate bow had. Wat is een ultimate bow? Ik ze 1 voor 1 gewoon. Sorry hoor.
Ik had ze opgevreten. Wat is een ultimate bow? Papa, kun je mij dat alsjeblieft vertellen? Oh, Wilco. Touwelig. Wilco, maakt mij niet uit. Kom eens hier. Ik wil nog even iets doen. Ja, maar ik ben helemaal boven. Zeikert! Oh ja, heb jij nog eten? Wat is dat? Ik heb goed voedsel. Ik heb zout. Nee, ik heb goed voedsel. Achter je. Zo, dat helpt je wel. Oh, wacht. Psst. Heb je iets voor me? Waar ben je? Oh, dankjewel. Mwah. Oké. Lieverd. Dat mijn iron. Niet. Ik zag het ook. Ja, maar ik zag het eerder, want ik heb hier het zout weggemined. Opeens is het weer nacht. Alex met zijn lucky block zeker weer. Nee, ik loop niet eens. Don't mind at night. Maar ik heb maar afhoudig. Ik heb heel pijn. When you're looking at that cave and you feel it kind of brave. Ja, ik heb echt van die parodie zitten kijken, jongens. Dus sorry. Lucky blocks zijn leuk, hè? Don't mind at night. At night. Met name. I'm a creeper. Ja, bijna een creeper. Boom. Boom. I can stop singing this bloody tune. Oké. Dan hier hebben we ook al gravel. Heel handig. Nou, ik heb liever Flintstones. Meet the Flintstones. They're the modern science family. Die knal ik zo doorheen. Coming round to bedrock. Kijk dan. Wat? Oeh, interessant. Wat? Succes ermee, ik ga daar nog niet naar binnen. Wat de hell is dit? Oh nee, Scorpion. Nee. Ik wil het niet. Ik wel. Pas op daar! Zijn er nog meer? Hallo? Daar! Ik wil spinnen! Ja, ik weet het. Ik denk dat ik dat maar even dicht kan, beter kan maken. Hé, hey, kijk, iron! Zo, dat is even dicht. Zal ik dit zand even... dirt even weghalen? Zo, schep. Ik hoor iets! Ik hoor weer zo'n scorpion! Ach, hey! Dat is je fantasie. Het zou grappig zijn als we nu zilvervis tegenkomen ofzo. Wil jij je mond houden? Je vervloekt ons beiden! Ik ga gewoon zoveel mogelijk cobblestone en ik ga gewoon beginnen met een huis te bouwen. Ik ga gewoon cobblestone minen. Gewoon cobblestone. En voor de mensen die natuurlijk zich afvragen waarom geen facecam. Zoals jullie zien in de linkerbovenhoek, daar hebben we dus zeg maar normaal gesproken de damage indicator. Op het moment dat wij dus een vijand of iets zien, kunnen we precies zien hoeveel HP dat ze hebben. In de rechterhoek hebben we de minimap, waaraan kunnen we dus zien waar andere spelers zich bevinden of misschien zelfs mobs in de buurt zijn. Links onderin hebben we dus ook nog eens een keer extra slot voor dual wielding blades of shields. Wat natuurlijk heel erg handig is. Dus geen plek voor mijn gezicht. Heel erg makkelijk uitgelegd. Terug naar de studio. Dat klinkt zo grappig. Wat? Geen plek voor mijn gezicht, snap je? Ja, mijn gezicht dan neemt gewoon heel de video in beslag. Ja. Zelfde play, moet je eigenlijk niet belachelijk maken hoor. Jawel, ik doe het liever voordat iemand anders het doet. Bijna. Getting close. Not bad, soldier. Not bad at all. Heb jij nog wat tool? Ik heb er nog maar 5. Spiders! It's a great thing to do. Dude! Je vervloekt ons beiden nog! Kom nou even mee! Wat? Ik heb heel veel iron, maar... Maar? Er zit daar iets. Wat zit daar? Ik ben bang voor ik zie hem! Hi daar, meneer. Mag ik dit even afschermen? Misschien zit hij hier wel aan de andere kant. Wie weet, ik hoor iets! Hij zit hier. Ik zie hem. Die komt niet bij ons. Bij mij. Bij jou hoeft hij niet. Ik heb hier bij ook Ik haat dat geluid. Zeker maar met 5 hartjes. Alex.
Het zit hier vol met enge geluiden en je bent nogal stil. Blaze spawn egg! Ja, omdat ik een beetje voor mijn arm zit. Wat is dit nou weer? Een ancient dried Mothra spawn egg! Oh, dat is een baas. Ja. Nice. Gijs. Voor de mensen die willen weten hoe dat precies werkt, dan moet je dus zeg maar gewoon een emmer water bij doen en dan krijg je een spawn ei. Heel erg makkelijk. Nee. Ah, nee, 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 dood. Dat was dus die spin, hè? Dat was ik zie hem, ik zie hem. Dat was een raspel. Het is maar een baby. Nee! Hij is dood! Ja, dat weet ik, maar daarachter er zit een respawn spin! Waar? Hierboven! Op het hoekje! Ik zie hem niet hoor. Ja! Ah, die wil ik nog niet zien. Dat bedoel ik. Oh, wat een gejuik in deze aflevering! Heerlijk! Oh my god! Ah, ik ga dood hier. Nou ja. Dat is zeker een leuke aflevering om eventjes mee te beginnen. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Ik ben jou kwijt, hè, nu. Ja, ik zie jou nog ergens... Wat? Is het dag? Ik weet het niet. Ik ga op onderzoek uit, want ik ga nu echt hout hakken. Als ik nu niks doe, dan... Wat heb ik nou? Ik weet niet eens... Ik heb een biespanhek. Ik wil naar boven, niet naar beneden. Oh. Oh shit, Scorpion. Nee, ik ga weg hier. Ik ga gewoon naar boven toe. Ik ga naar omhoog, want ik heb hier wel genoeg van. Ik kan dit niet meer nu zien. Ik ga hier nu vandoor. Oh, oh. Tot ziens maar weer. Nee, dit is nog niet het einde van de aflevering, hoor. We zitten pas op 22 minuten, dus ik wil wel bovengronds, hopelijk op dag. En dan wil ik toch wel eventjes gaan beginnen alvast met, wel een kleine afsluiting. Ik hoor iets! Au, nee, nee! Oh, ik heb hem. Oh, dan ben ik goed. Ik heb geen toortjes meer. Ik heb kool genoeg, maar ik heb geen hout. Dus ik ga gewoon in het donker. Ik heb één hout. Ik ga gewoon in het donker. Ik ga gewoon in het donker naar boven mijnen. Kom naar mij, daar gaan we naar boven. Ik ben hier al een trap naar boven aan het maken. Maar ik wacht tot het dag is. Is het nacht? Alex. Alex, wat is nog nacht? Don't mind at night, maar daar heb ik echt geen aan, want ik kan er niks aan. Ik heb nog geen eens een flauw idee waar ik ben. Ik ben Ben. Wie ben jij dan? Ben. Oh. Ik zie niks! Jongens, ik weet het. Je ziet mijn health bar, maar ik zie precies hetzelfde wat jullie zien. Echt helemaal niks. Hallo? 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 Daglicht! Daglicht. Het is nacht. Daglicht. Ja, ik zie het licht worden. Ja? Ja. Ja, klopt. Hallo? Hallo? Tonig, achter je, Scorpion! Nee! Nee, 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 niet nu! Dood. Wat doet die Pyramide Diamonds dan? Oh, nee, toch niet. Pas op, Creeper! I'm a Creeper! Boom, boom, boom! I can't stop singing this bloody tune, tune, tune! Got him! Ik denk dat ik hier ergens mijn huis ga beginnen te maken. Ja, dat ga ik ook doen. Op dit stuk land hier ergens. Hier hebben we een groot vrij vlak land. Even die ants even weghalen hier. Dit is makkelijk op te vullen met dirt. Yes, ik heb weer een lever erbij. Hé, hey, dit is makkelijk. Ah! Waarom ga je niet dood? Ik kom. Gotcha! Nee, maar dit is makkelijk op te vullen namelijk met dirt. Dus dit kunnen we heel mooi vlak uitbreiden. Ja, dat is wat we willen gaan doen. Ja, dus... Ah ja, dit is Tabiet! Een mooie vlakte maken, zodat we een mooie soort dorp kunnen maken. Ja. Zodat ieder zijn eigen stijl van huis kan maken. Ja, dan kom ik daar ook heen. Als het te klaar is. Je moet je eigen huis maken, hoor. Ik heb een goede schep, dus ik kan wat scheppen. Nou, ik denk dat dit vlak genoeg is hier.
Dit kan dan later nog vlak gemaakt worden. Goed, ik ga gewoon beginnen met... Want ik heb een heel mooi plateautje wat ik wil gaan maken. Ik wil mijn huis namelijk op een plateautje maken. Ik zie daar een scorpion, is dat erg? Hij komt jouw kant op. Nee! Waar? Daar? Oh nee, hij komt niet meer. Hij loopt niet meer. Ik spring gelijk als op zo'n ding van... Hie, hie, nee, nee! Haal het weg! Is dood nu. De beest. Oh, heerlijk dit. Ik vermaak me eigenlijk kostelijk, moet ik zeggen. Ik heb het echt naar mijn zin zo. Ik niet. Nee, maar je moet ook niet je eigen gaan verwonden als je ergens van schrikt. Ik duik gewoon naar achteren toe en ik zorg er wel voor dat ik eigenlijk veilig sta. Een mentus, een mentus, een mentus, een mentus. Hij vliegt de andere kant op, hij vliegt de andere kant op, hij vliegt de andere kant op. Haha, waarom ben ik bang voor jou? Gelukkig is je weg. Als nu een mentus komt, dan en waterdwerg dan zie ik daar. Als er nu een mentus komt, dan zijn we pittig de lulle. Nou, ik ben hier al bezig met mijn huis te maken, dus... Ja, ik ook. En de mijne die gaat... Kaas! Wat is er eerst... met boter? Heb jij geen gevoel voor boter of zo? Nee. Horen jullie dat, kijkers? Hij heeft geen gevoel voor boter! En wat Fisch. Moeten wij daar nou tegen gaan doen? Kikken. Koffie! Hè? Hè? Iets met koffie. Jongens, Ik zie daar nog een mentis vliegen. Gezellig. Ik zie een waterdragon op de map. Oh. Ik ben echt als de dood voor mentissen. Behalve, ja. als ik mijn bow heb. Hoe komt dat dan, houwelichtje? Leg het mij eens uit. Die dingen zijn gewoon... Zeg maar. This will suck out your blood. Letterlijk, ja. En je weet wat je dan moet zeggen, hè? Don't die at night. Waar zijn jullie ongeveer? Boven de grond, waar we eigenlijk zijn gespawnd, soort van. Kom ik ook eventjes heen, oké? Okay? Gezellig. Deze staat niet klaar. Nee, ook geen kaasblokjes. Zo, ik heb Monster Hunter unlocked. Oh ja, jij bent ook al bezig. Ik heb een creeper gekild. Wie, ik? Met een huis, bedoel je? Ja. Een soort van. Maar ik moet iets pakken. Mijn bed. Nee, ik heb geen bed. Ik had een bed gemaakt. Ik heb nog geen bed. Peper het maar in dat je een bed hebt, hoor. Ik kan het hebben. Ja, echt kan je het gewoon niet hebben. Ik hoop dat die mentus hier toch wel weg is. Als mijn bed er nog staat, kan bedden ook worden opgegeten door dingen. Hallo. Termieten. Ja? Niet dat ik weet. Hallo. Wie is hallo? Hier. Wie is hoi? Ja, hoi, dit is mijn huis. Kst! Kom weg! Waar was jij, hè, toen ik in problemen zat? Waar was jij toen? Daar. Ga jij huis maken, joh? Ik heb geen spullen. Ja, dan ga je die halen! Sheesh. Denk je dat ik ben? Je opa? Ja. Nee! Ja. Ik ben eigenlijk je oma! Nee! Oeh, dat doet pijn. Ja, dat doet pijn. Val niet omlaag, want fall damage doet best pijn. Nee, dat is niet echt zo fijn. Wow, supersnelle zombie achter me aan. Oh, hij wil alleen maar knuffelen, joh. Ja, ik schiet hem gewoon neer. Ach, hij wil alleen maar knuffelen. En wat heeft hij gedropt? Alleen zo'n rotte flesje en zijn... Hij wil alleen maar knuffelen? Auw. Ze zei survival. Gelukkig heb ik één golden apple. Ik denk dat ik te weinig cobblestone ga hebben. Hallo Wilco. Wat, waar, wie, wanneer? Ik kan mijn langs lopen. Ik heb mijn cobblestone nodig. Definitely. Ik ook. Hallo. Hoi, wie is daar?
Ja, wie denk je? Hey Guido! Hey. Dus dankjewel allemaal voor het gaan kijken. We zien jullie zaterdag. Nee, het is vandaag zaterdag. We zien jullie morgen zondag. Zien we jullie dus terug bij een nieuwe aflevering. Laat natuurlijk een like achter als je daar de tijd voor hebt. En een bericht. Misschien heb je kans om op die wall te komen. Dus laat iets weten als je daar de tijd voor hebt. En dan zien we jullie morgen. En dan hebben we dus weer een extra member erbij. Dus dank jullie wel voor het kijken. En ja, tot morgen. Dus doei! Doei! Huh?